Bij een plofkraak op een pinautomaat van ABN AMRO op de promenade in Malden is in de nacht van vrijdag op zaterdag een pinautomaat uit de muur geblazen. Volgens omwonenden reed daarna een zilverkleurige Audi weg. De kraak vond kort voor 5:30 plaats. Toen de daders in de Audi wegreden, veroorzaakten ze nog bijna een ongeval op de rotonde vlakbij het centrum. De politie is in het weekend bezig geweest met een groot onderzoek. De explosieve opruimingsdienst is ter plaatse geweest om te bekijken of er nog explosieven aanwezig waren. Ook een politiehelikopter vloog boven het dorp om foto's van de plaats delict en de omgeving te maken.